Zo, ons is nou op pad. Me kleert u. Ons gaan die Nodees Nek Pas rij, wat blijkbaar die hoogste commerciële bergpas is in Suid-Afrika. Ik weet niet eindelijk wat dit beteken nie. Beteken dit, gewone karre kan hem ook kry. Ek weet ook nie wat dit beteken. Maar ons sien baie uit. Dit was blijkbaar op Kijknet of iets ook gewees. So. My naam is Rit en hier is my man Pieter. En hier is ons twee kinders, Declan en Sharma. Ons gesinnetjie toer nou al deur Suid-Afrika van die einde van April 2018 af. En in hierdie YouTube video's deel ons met julle ons avonture deur hierdie pragtige land van ons, Suid-Afrika. Die Nodees Nek Pas was al een hele rukkie lang op ons lysie van goed om te doen. En aangesien ons in elk geval my kleer toe moes gaan vir 'n bietjie inkopies, was dit mos nou die gilde geleentheid om hom te ry. Was dit verskriklik winderig bo op die berg. En dit was moeilik om in die kar of uit die kar te klim. Jy moet skielik die deur toe. En toe waai hy weer oor. Die berg wat ons moes oor was om inkopies te doen. Die dorp was besonder besig op hierdie spesifieke dag. En duidelik het almal saam met ons gestem dat dit 'n goeie dag was vir inkopies doen. Daar was heel wat kos wat ons wou koop vir ons week in Transkei. En ons wou naby die winkel parkeer dat ons nie so ver hoef te dra aan al ons inkopies nie. Jo. Op hierdie stadium het ons opgegee om vleis in Spar te kry. Maar een vriendelijke oom het ons vertel van die slaghuis nabij, waar hy ons kon ruik in vleis. Hier was die oponthoud, die feit dat daar net een kaartmachine was, wat gewerk het in die hele Spar. Het oorleef. Zet. Perlie. Dankie, baba.
That's not in your choice. Goos. En my kleer. Maar is die volgende challenge om uit hierdie parkeerarea te kom. Ok, help me kyk, so, hy sê, dat die tweede blok is daar een wit gebouw wat een slaghuis is. Aan die rechterkant sê. Aan die rechterkant. Ja, hy sê in die hoofdpad. Hy sê blijf, is recht voor die plek parkeer. Ja, dat is crazy. Ja, dat was nog van die blok. Ok, daar is een dairy, maar hy is rooi. Nou, hy is aan die linkerkant. Is dit een putgebouw? Trading, Heying Trading, supermarket, McClear Electronics. Discount shop. Kan sê dat daar een supermarket is? Het gebouw? Daar was een keer boekse nie, daar was een keer boekse nie. Ja, hier is. Zijn, sweet. Goed. Kort je alles uit? Ja, so nou kort ons mints en cubes en strips. Ons kyk wat kry ons hier. En ons het het toe inderdaad hier gekry, by die slaghuis. So ons het hier die interessante brood gekoop in die mal spar. Sikke rondes. Hoe proe dit? Soos potbrood. So ons is nou klaar in my kleer. Ons het kos vir die week, baie geluk Pieter. So ons het gemaak. Nou gaan ons wat, ons gaan nou weer met 'n paar bergpasse opry. Terugry het die. Nou. Kan jy die bergpasse se name onthou? Ek weet een is Moordenaars Nek, Moordenaars Drif, Moordenaars Sekerling. Ons moet eerst die plek nog gaan Diesland gooi. Maar so die challenges is nog nie helemaal voorbij nie. Into chaos. Is this the way to chaos? Kan ons tref? So een petrol garage. Let's check. So dit is eerst een as petrol stasie. Die stasie wat diesel het. Ja. In die dorp. Close. Dankie toch, ons is nie hier met ons sleepwaan nie. Ons het daarom al ons uitdagings oorkom. En op pad terug Ruits toe, het ons 'n ander pad gery as soontoe.
lekker deeg geniet, voordat ons die volgende ochtend al ons goed opgepakt het en die pad aangedurf het, Transkei toe.